Ja, dat, wie heeft de bal, die bepaalt. En dat waren wij niet in de eerste helft. Ik wil even naar André Hazes. André, jij had twee liedjes voor het geval dat. Tot de 81ste minuut had jij iets van, wat zou je dan hebben gezongen? Ja, bloed, zweet en tranen. Ja, ja, ja. Of foei natuurlijk. Ja, ja, ja. Foei. En hoe had je je dan gestaan met de pest in je lijf? Of kun je dan toch eroverheen stappen? Nee, ik had wel met de pest in mijn lijf gestaan, ja. Ja, zonder meer. Wat vond jij van de wedstrijd? Ja, ik vond de eerste helft vond ik gewoon heel Nederland gewoon benauwd voetballen. Gewoon, ja, ik ben een jongen die zegt van zoals Ajax voetbalt, ga erin en gaan aanvallen. Ja. 100%. Je zag weer het behoudende, het terugtrekken en weer het, ja, naar achteren, weer naar die keeper en weer de bal naar de stam. En, dit moet het moment van jou worden, van jouw avond. Want we gaan naar die onwaarschijnlijke mooie goal waar jij lyrisch van werd. Ja, iedereen. 40 minuten geleden. Wereldgoal. Die gaan we maar eens een aantal...